In deze video eten we in een authentieke bouchon. Kip met morilles en quenelle de brochette. We wandelen naar de confluence van de Rhône en de Saône. We komen later midden in de demonstraties terecht. En we fietsen door de stad langs monumentale oude panden en hypermoderne nieuwe gebouwen. Het is eind 2022 en we zijn nog steeds in de haven van Lyon. De stad staat bekend om zijn bouchons. Dit zijn typische eethuisjes waar de authentieke keuken van Lyon wordt geserveerd tegen zeer redelijke prijzen. Dit is de bouchon van Abel, bekend om zijn quenelle de brochette. Een soort viskussentjes van snoekbaars met een saus van rivierkreeftjes wat heet saus Nantois. Ik had kip met morilles en Ewe nam de brochette. Crème brûlée als dessert en je bent een varken als je dit niet lekker vindt. We hadden echt zin in oud en nieuw in Lyon, een van de grootste steden van Frankrijk. Er gebeurde helemaal niets. Het hoogtepunt kwam hier voorbij varen, dansende mensen in een boot op de Saône. Het is nieuwjaarsdag en we gaan wandelen in windkracht 5 A6 naar de confluence. Hier komen de Saône en de Rhône bij elkaar en gaat dan verder naar het zuiden als de Rhône. De Rhône en de Saône, windkracht, ja, 6 denk ik, stroom, ja, 5 knopen, tegen elkaar in. Terugwandelend kom je weer langs het museum van de Confluence. Een hypermodern gebouw met een mooi museum waarover later in deze video meer. Hier staan we aan de oostkant van de Confluence, dus aan de Rhône kant. En wat daarbij opvalt is, die stroomt niet een beetje, maar veel harder dan de Saône. Dit is Paul Bocuse, de bekende chef uit Lyon. In zijn eigen foodhallen gaat het alleen maar over lekker eten. Oesters, kikkerbillen, charcuterie, bakkers met het lekkerste brood. De echte Franse gastronomie. Als we door de stad lopen, komen we van alles tegen. Winkeltjes met brokanten, oude boeken, en verrassende street art. Zelfs een winkeltje met alleen maar eclairs in de verkoop. Op de markt kopen we quenelles om zelf te maken. Nog een specialiteit van Lyon, de saucisson brioché. Dat is worst met pistache en een knapperig brioche jasje. En dat heet? Saucisson brioché. Het is een saucijzenbroodje. Hoi donders. Lekker met portsaus. De Fransen en hun oude boeken. Het blijft me fascineren. Sfeerfoto's van de stad. Op bepaalde opnames van details zul je vaak in onze video's tegenkomen.
Hier zie je Hotel Dieu, oftewel Hotel Dieu. Eenmaal hier binnen begonnen we met een virtueel diner. We zaten met 20 man aan een lange eettafel waar een bizar sterrendiner voorbij kwam. Dit kunnen ze wel, die Fransen. Vuurwerk en mooie shows maken. Echte geuren waren er ook nog bij. Het was een prachtig spektakel. Het Hotel Dieu is ooit als hospitaal gebouwd. En huisvest nu verschillende restaurants, een hotel, een expositieruimte en winkels. Buiten was het achteraf veel gezelliger. Daar bleek een grote demonstratie bezig te zijn die ging over de pensioenleeftijd. Die Fransen maken zich helemaal druk dat ze moeten werken tot 64 jaar. Ik heb eigenlijk ook wel de behoefte om te vertellen dat het heel gemoedelijk verliep allemaal. Dat kun je hier ook wel zien. De beelden die wij op de Nederlandse televisie zien komen vaak uit Parijs, Marseille, ook wel eens uit Lyon, maar die agressiviteit hebben wij tenminste niet gezien. Het leek eigenlijk wel een dagje uit. Zelfs de automobilisten van de A6 deden mee. Dit is niet Parijs, maar de wekelijkse boekenmarkt langs de Saône. We gaan met een kabeltreintje via Lyon bekijken. In een aparte video met de naam City Tour Lyon laten we veel meer van de stad zien. De wijk Vieux-Lyon ligt aan de oever van de Saône en is erg stijl. Dit is een Romeins theater, het oudste in heel Frankrijk. En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de stad. Op heldere dagen kan je zelfs de Alpen zien. Van Bouchon, Daniel et Denise heeft is een samenwerking aangegaan met Chapoutier, de bekende wijnmaker uit de Rhône. Staat hier hun eigen Rhône op de kaart. In Vieux-Lyon zijn veel straatjes waar geen verkeer mag komen. Het is een beetje kruipdoor-sluipdoor, zoals deze Traboul bijvoorbeeld. Het zijn een soort geheime gangetjes tussen gebouwen, weggestopt achter voordeuren en lang geleden gemaakt om te dienen als een shortcut naar de schoonwaterbronnen van de stad. Waar je ook bent in de stad, je ziet heel vaak de kathedraal de Fourvière. Het is een soort baken, een oriëntatiepunt. We komen heel veel muurschilderingen tegen. Complete gebouwen zijn op een blinde muur van onder tot boven beschilderd. Meestal verwijzingen naar Franse geschiedenis en beroemde personen. Hier zijn we bij de oevers van de Saône, zoals je met de boot Lyon binnenkomt. Dus bij binnenkomst van Lyon zie je inderdaad weer die prachtige kathedraal en dat ding wat niet de Eiffeltoren is. We hadden al eerder gezegd dat La Confluence een heel modern gebied is van Lyon. Deze flat lijkt wel een computerprintplaat. Links van de brug zie je de Sint-Georges-kerk. Dit is de kerk waar we de kerstmis hebben bijgewoond.
Je kunt eigenlijk heel makkelijk fietsen in Lyon. Het zijn echt vriendelijke mensen in het verkeer. De automobilisten stoppen graag voor je. Hier fietsen we over de wandelpromenade van de Hoofdwinkelstraat van Lyon. Dit is het stadhuis van Lyon. En dit is het Place Bellecour, waar niet alleen een groot reuzenrad staat, maar ook een imposant standbeeld van Louis XIV op een paard. Zo leuk, een openluchtzwembad aan de kade van de Rhône. Dit is het Confluence Museum weer. Het gebouw uit 2014 stelt een wolk van kristalglas, staal en beton voor. Dit is de bewuste A. 6. Dwars door Lyon. Het museum heeft de ambitie om aan iedereen de complexe wereld uit te leggen. Er zijn een aantal permanente tentoonstellingen en deze worden aangevuld met wisselende tijdelijke tentoonstellingen. De topstukken van het museum, dinosaurusskeletten die voor 80% echt compleet zijn. Ik sta hier op een glazen vloer midden in het gebouw. Deze zit 15 meter boven de grond. Ga je in de zomer weer over de Route du Soleil naar het zuiden van Frankrijk? Kijk dan in Zuid-Lyon eens even naar links, naar dit bijzondere gebouw. Dit gedeelte van het gebouw stelt het kristal voor. Het andere gedeelte, de wolk, de kern van het museum, bestaat uit 8 verduisterde expositiezalen.
Dit is de centrale hal en de hoofdingang. In de volgende video varen we verder naar Gondrieu en komen we vast te zitten door stakende Fransen. De sluiswachters deze keer. Een paar maanden.